Hey mensen, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video van Jarne die Minecraft speelt. We spelen nu Skype, maar zoals je ziet hebben we maar één blok. Dit is een map gemaakt door een of andere YouTuber. Ik zal zijn video waarschijnlijk ook in de beschrijving zetten, dan kun je ook in deze map spelen. Het is gewoon Skyblock, maar met één blok. En als je dit blok weghakt, komt er automatisch een nieuw blokje. En dan heb je ook nog verschillende thema's en bij elk thema krijg je dan andere items. We hebben hier een chest en bloemetjes. Die nog tijd is voor die crafting table te maken. Hier zo. Het is nodig voor nu nog even heel erg krap. Hiermee ga ik mijn eerste tools maken. Nu gaat het hack echt veel heel sneller. Ik vind het wel een leuke challenge om op één blokje te survivalen. Oh! We krijgen opeens een varken. Ik wou bijna schaap zeggen, maar het is een varken. Ja, de dieren moet ik best in leven houden. Nu krijgen we nog veel dirt, dus dat is wel handig van deze fase. Ik even een thuis maken voor mijn varken. Hebben jullie misschien een naam voor het varken? Laat het dan even weten in de reacties. Door deze meloenen krijg ik wel veel voor. Oh, koe! Die koe moet ik zeker in leven houden. Ik heb geen water, maar ik kan wel seeds planten. Ja, de koe. Komt u maar, koe. Oh, kip. Rip, kip. Je kan ook als je tab drukt zien hoeveel blokjes je al hebt gehakt. Nu staat de teller op 114. Ik haal deze kist weg. Dan 115. 116. En dan, ja. Per x aantal blokjes dat je haakt, ga je naar een soort van volgend level. En dan kan je nieuwe blokjes krijgen. Uiteindelijk kan je zelfs diamanten krijgen. Ook nu al een pickaxe maken, we krijgen nog geen stenen. Maar wie weet krijgen we straks nog stenen. Dan heb ik al een pickaxe waar ik dan mee kan hakken. Ga ik misschien mijn eiland iets uitbreiden. Aan deze kant zo. Vraag me af of we straks nog steen krijgen. Oh, leer. En nog wat saplings. Hopelijk ontsnapt die andere koe niet. En die koe moet even luisteren en erin gaan. Ja, kom op. Nu nog afsluiten. Ik weet dat het lastig gaat zijn. Anders doe ik het zo wel. Ah, oké, nu zitten ze wel goed. Nog een varken. De dieren spawnen gaat wel nog snel in deze fase. Gelukkig hebben we nog alleen maar vriendelijke mobs gezien. Nog geen mobs gezien die me willen killen. Ik zou eigenlijk mijn slabs moeten bouwen. En dan heb ik meer blokjes. Kan ik dit hier uitbreiden. Ik wil gewoon een houtplatform hebben. Plaats ik het onder de kist nog waar daaronder nog gehad. Stel als er later zand komt. Als er later zand komt en dat blokje is er niet, dan valt de halte zand gewoon beneden, maar met dat houtje eronder houdt het dan weer tegen. Hier nog een. Hier hebben we nu ook water. Dat het zodat je deze gewassen sneller groeien. En ook steen. We hebben nu ook steen. Dat is weer een advancement. Kijk, zie, dat bedoel ik dus. We hebben nu gravel en als dat houtblokje er niet stond, zou die gravel gewoon helemaal naar beneden vallen. Ik vind het wel een leuk, heel erg leuk spel om te spelen, dit Skyblock. Ik heb even een idee. Hier zo mijn eiland ga uitbreiden. Dus poort. En dan kan ik hier zo'n dierenfarm maken. Misschien voor de schaapjes. Nu ik toch stenen heb, kan ik ook even ook beter tools maken. Ah, nu voelt het wel gewoon goed snel met steen te hakken. Met steen ga je nog best wel snel het hakken. Oh, deze koe is leuk om te hebben. Ik zal je tonen bewijzen waarom. Kan namelijk hem
Door hem kan je soep maken en dan kan je gewoon blijven aanvullen. Eigenlijk is dit oneindig eten. Je hoeft enkel maar zo'n soepkom te hebben. Ah, dat is mooi, de schaap zit hier al in. Zit wel bijna bij het afgerond. Maar dit wordt dus de schapenfarm. En als het gras zich verspreidt, kan ik ook even goed mijn dit even weer aanleggen. Dit zorgt ervoor als het gras tot hier komt dat het ook bij de schapenfarm komt. Hier recht tegenover kan ik dan een koeienfarm maken. Ik denk dat we nu wel in een fase zitten dat er ook agressieve mobs kunnen spawnen. Oh nee, daar hebben we de eerste monsters al. Ik ga mijn soep even opeten. Jam, jam, jam. Dus wat is eigenlijk jouw favoriete soep? Mijn favoriete soep is, denk, ja, gewone tomatensoep vind ik wel lekker. Maar daarnaast vind ik wortelsoep wel ook wel lekker. Oh nee, Spin. Van mijn eiland af. Dit is ons eiland. En een music disc. Oké. Geen idee wat we er nu mee kunnen, want we hebben nog helemaal geen jukebox. Maar ja, misschien kan ik hem nog sparen voor later. Hier de hekjes. Ah, we komen net niet uit. Ah, weet je wat ik toepas? Zit hier gewoon wel. Ja, ik moet dit schaap hierin weten te lokken, zonder dat dit andere schaapje ontsnapt. Please, ga erin. Ga erin, please. Het is maar een kleine moeite. Nog een beetje. Kom op, je kan het. Hij zit echt letterlijk net bij die poort. Ja, hij zit erin. Ik wil nu even deze aflevering stopzetten, dus vond je deze video leuk? Laat dan vast een blauw duimpje achter. En ja, dan gaan we de volgende keer gewoon verder met onze Skyblock-wereld. Dus doei doei.